bij een nieuwe aflevering van de F1 Mijn Team Career Mode. Vandaag is het dan eindelijk zover. De seizoensfinale van seizoen 5. De Grand Prix van Jeddah. En de titel decideert op twee fronten. Zowel de coureurs als de teamstandings gaan vandaag beslist worden. Twee punten gaat er tussen mij en Russell. Twee overwinningen op rij heb ik behaald. Ik heb wat de trainingslapjes gedaan, aangezien ik voor dit nog nooit een ronde gedaan had hier ook. Dus het zal een belangrijke, sowieso belangrijk, want het gaat om de titel. Het zal een lastige klusje worden, zover ik heb gezien. Ik had een tweede vrije training gereden, was tweede, dus dat was wel goed. Net achter Leclerc, Russell was negen, maar ja, dat zegt niks over de kwalificatie. Maar we gaan zien, kijken of we de eerste titel kunnen behalen. Sorry. Fifth row of the grid. Less than a lap of fuel now.
drop to P4. Na de kwalificatie is het tijd om de top 3 door te nemen. Russell, Ryder en Max Verstappen. Dat was de kwalificatie, maar morgen zijn we weer terug met de Grand Prix. That's difficult. That's so hard. En we dan om je te verwelkomen in één van de juwelen van de Arabische wereld. Jeddah, één van de grootste steden in Saudi-Arabië na Riyadh. De poort richting Mekka, één van de grootste havens in dit gebied. En nu het decor van de Grand Prix van Saudi-Arabië. Dit is een interessant circuit, het nieuwste op de Formule 1-kalender. En net als de meeste stratencircuits biedt deze de coureurs zeker een interessante technische uitdaging. De coureurs krijgen wat uitdagende bochten voor hun kiezen en moeten tegelijkertijd hun banden goed managen in deze hitte. Bas van Damme zit bij me voor de laatste keer dit jaar, terwijl we afscheid nemen van weer een seizoen Formule 1. De winter ligt weer op de loer en er is geen twijfel over mogelijk dat deze teams hun ogen reeds op het volgende seizoen hebben gericht. Maar er is nog werk aan de winkel, want de te beklinken kampioensposities maken een enorm verschil in het prijzengeld, dus niemand gaat vandaag gas terugnemen. Laten we de grid van de spannende race van vandaag doornemen. George Russell deed het goed tijdens de kwalificatie gisteren en begint vandaag vanaf pole position. En Ryder maakt de voorste rij compleet. Verder op de grid hebben we Verstappen, Stroll, Sergio Perez en Gasly, Leclerc, Sainz, Norris en Yuki Tsunoda, Ricciardo, Ocon, Lewis Hamilton en Lundgaard, Fernando Alonso, Vettel, Callum Ilott en Robert Schwartzman, Zhou, Mick Schumacher, Latifi en Nikita Mazepin. Nu de lichten bijna uitgaan, is het tijd om naar de baan te gaan. We're still in with a shot at the driver's title. It's down to this. Now go out there and come back a champion. Zo, dat is een tekst die ik nog nooit eerder heb gehoord. Ik zal het proberen, mate. Strategie, zoveel mogelijk shield eruit halen. Oké. Dat was dan niks te gebeuren. Soft tot medium strategie wordt nog geofferd. Oké. We gaan wel zien. We gaan wel zien. Het is zover. De race der races. We gaan zien of we vandaag mijn handschoen aan kan krijgen. Die is aan. Nu de rechter nog. Dat zie je natuurlijk niet, want er is geen camera, maar ik had het moeite. Maar we gaan van start. Glitch. Ik haat deze glitch. Hoezo gaat die bouncen? Waar komt dat bouncen vandaan als je een flashback doet? Hoezo bounce die? Doe normaal, man. Ik kan niet rechtdoor. Nee. Line that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. No need to worry about tire condition for now. Everything's looking good. Kijk maar hoe het is, want anders moet ik toch weer opnieuw starten. Als ik mijn front wing heb, dan is het hier. Ja, dat is...
Great maneuver. You made it look easy. Breaking, looking at the breaking. I was bent at him on it. Good job. Daarmee komt weer een jaar Formule 1 ten einde en is de nieuwe wereldkampioen gekozen. Weer een nieuwe naam op de prestigieuze lijst van de beste coureurs van deze prachtige sport. Ze hebben het geflikt, een zege tijdens de laatste race van het seizoen en het kampioenschap. Wat een fenomenaal einde van een geweldig Formule 1 seizoen. Zij de winst hebben gepakt. Ze onderscheiden zich als coureur en hadden het volste vertrouwen op de baan. Door het hoofd koel te houden, zelfs tijdens de meest hectische delen van de race, hebben ze kunnen profiteren van de fouten van andere coureurs, waardoor ze de mogelijkheid kregen om met gemak de voorste plek te behouden. Welkom op het podium, onze top 3 coureurs. Wat een intense inspanning van hen vandaag tijdens deze lastige race. Ryder pakt de leiding in het kampioenschap. Wat was er weer een geweldig talent op de baan vandaag. Maar Bas, wie vind jij coureur van de dag? Ik ga voor Ryder. Ze hebben de banden optimaal benut zonder tempo in te leveren. Wat een goede vaardigheid om te hebben in de Formule 1 van vandaag. En weer een titel in de pocket voor Red Bull na een lang en intens seizoen. Ze hebben dit jaar een prachtige bolide gebouwd. En de overwinning die Milton Keynes heeft behaald is meer dan verdiend. Intussen heeft Aston Martin dit weekend goed werk geleverd en zich verder omhoog gewerkt. Nou Bas, dat was het einde van een fantastisch raceweekend. Allemaal ontzettend bedankt voor het kijken en tot de volgende. Oh, het einde van het seizoen is hier. Eindelijk de wereldkampioenschap naar me toe kunnen halen. Met alle moeite die gedaan moest worden. Is het eindelijk zover. Kijk even naar de eindklassement. Okay.
Er moet hier een fout in de game zitten. Maar ik eindig dus als eerste. Russell tweede, Stroll derde. Volgens de game zonder hem één pitstop te hebben gemaakt. Dat lijkt me niet te kunnen. Perez vierde, Verstappen vijfde, Leclerc zesde, Gasly zevende, Norris achtste, Tsunoda negende en Carlos Sainz tiende. Alleen Sebastian Vettel als uitvaller. Okay, wat is er aan de hand trouwens? Wel pissig maar zie de soft naar medium. Misschien waarom het ding aangeeft dat hij pissig heeft gemaakt. De eindklassement van seizoen nummer 5. Ikzelf pak op de allerlaatste race binnen 10 rondes van het einde van het seizoen pak ik de leiding over van Russell. Leclerc derde, Sainz teleurstellend op de 6e plaats, waardoor de teamstandings de 10 prijzen gaan naar Red Bull als tweede ikzelf voor Ferrari, Alfa Tauri, Mercedes, McLaren, Alpine, Aston Martin, Williams, Alfa Romeo en Haas die laatste 3 zonder 1 punt gepakt. Maar zoals altijd aan het einde van het seizoen eindig ik hier de aflevering, zodat we bij de volgende pre-season dingen kunnen doen en al dat soort zooi en seizoen 5 op een goede manier kunnen afsluiten. Dus zoals altijd geef een duimpje omhoog, abonneer op de kanaal, volg ook het kanaal, het staat hieronder.